Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht van week energie van 23 tot 30 juni. Nou, dit is de tweede video die ik maak. Ik heb dus nieuwe kaartendeks gekocht. Egyptische kaartendeks, omdat ik daar iets wilde ontdekken qua tekens voor het dek van die overleden vriend wat ik gekregen heb. Want daar staan Egyptische tekens op en dat weet ik niet wat dat is. Dus ik had de Egyptian Gods wat ik besteld. En moet ik even kijken wat het andere doosje is. Nou, dat is weg. Dat staat op mijn bureau. En de Oost-Egyptian kaarten. Dus ik heb net die reading gemaakt voor de komende week energie. En ik ben helemaal klaar met die reading. En in die reading gaat er dus een heleboel veranderen. 180 graden gedraaid. Gaat er de komende week veranderen. Maar ik was aan het zoeken van wat betekenen die kaarten. Omdat ik ze pas heb. Dus ik wilde wel meer informatie geven. En ik vond de beschrijving niet. Nu, die goden zijn hetzelfde. Maar de kaartendeks hebben natuurlijk andere uitleg. En ik was in het verkeerde beschrijvingsboekje te kijken. Dus ik dacht van, hey, dat klopt gewoon niet. Want waar staat dat kaartendek? Hier zijn er maar 36 kaarten en het zou er 44 moeten zijn. Maar goed. Dus ik ben weer opnieuw begonnen en ik had Bol.com al gebeld van, is iets verkeerd? Dat heb ik wel net rechtgezet natuurlijk. Maar ik dacht, ja, wat is dat nou? En nu ben ik dus net bezig met alles in het opruimen klaar te zetten voor deze nieuwe reading. En ik krijg door, ja, die legging was voor jou, die reading was voor jou. Want van, er gaat gewoon dadelijk komende week ontzettend veel veranderen voor jou. En alles wat verkeerd loopt... gaat gewoon nu de juiste dialect praten. Nu de juiste kant op. Dus ja, ik had echt zoiets van, ja, hoe gebeurt het bijna nooit zoiets. Maar oké. Goed, we gaan even kijken. Dus ik hoop dat ik nu de juiste kaarten heb. Dan moet ik even goed bij elkaar houden. ja, welkom op mijn YouTube-kanaal. Dit kan dus ook gebeuren. Mijn naam is Jacqueline, zoals de meesten wel weten. En wat gaat er stromen voor de komende week, 23 tot 30 juni? Vanaf 2 juli ga ik starten dus met de healing sessies voor de Leeuwenpoort. Dat alle stukjes opgelost zijn. We gaan beginnen met een baarmoederhealing. Je kunt apart deelnemen aan die video's, aan die Zoom sessies. Je kunt ook een set bestellen met een telefonisch consult. Als je zegt van, ik heb ook een paar mensen die zeggen van, ik wil liever een Zoom sessie erbij in plaats van een telefonisch consult kan ook. Dan zou je eigenlijk al die readingen apart moeten boeken. Die healingen apart moeten boeken. En dat zijn er dan 4. En dan een Zoom sessie erbij. Het kan, het hoeft niet, is wat je zelf wil. Je kunt ze ook apart doen. We starten met de baarmoederhealing. De tweede healing is dan een week daarna, niet maar de week daarop. Dus de tweede, de 16e, de 30e en de 6e van de 8e. Zeg ik dat goed? Ja. En de tweede healing hebben we karmische contracten verbreken. Echte contracten verbreken. Hè? Dus echt hele zware shit opruimen. Dus dat echt in alle lagen van het stukje waar je in zit, tweelingzielen, van jezelf karmische contracten ontbinden. De energie ontbinden in alle richtingen van tijd. Dan gaan we daarna tijdlijn jumpen. Heb ik vorig jaar gedaan met Adam en Haley, maar die zijn hartstikke druk. En Adam heeft een relatie nu, die is weer helemaal geen tijd meer. Ja, dus dat gaat hem ook niet meer worden. Dat we daarmee samen gaan werken was altijd wel heel fijn. Ja, en dat heb ik toen bij hun gedaan en dat ging goed. Vanaf toen is ook een heel stuk bij mij veranderd. En dan gaan we daartussenin, als je dat combineert met dat telefonisch consult, gaan we daartussenin plaatsen. Dus voor de laatste healing heb je dan nog dat telefonisch consult, kunnen we alles vragen wat je wil. Dan hebben we dan de 30, zeg ik dat goed, de 6e van de 8e. Dan gaan we dan manifesteren, creëren vanuit je creatiekracht. Goed, de eerste kaart was duidelijk, fruitfulness. En zo heet die, Satet. Ken ik verder niet. Is voor mij allemaal ook onbekend. Dus ik moet dat ook allemaal even bekijken. 27 staat het. Oh, wat is dat nou weer? Waar staat Italiaans? Nou, dat ben ik niet zo machtig, die taal. She is depicted. Oh, ik dacht, daar ging mijn video af.
She who pours, which symbolizes the floods of the river Nile, and she who runs like an arrow, that is the current of the flowing energy river. In fact, she represents natural forces and phenomena. A goddess of fertility, she could signal you to the successful start of a new project, new job, search of love. Daar gaan ook dingen gebeuren. Dus op het gebied van de liefde gaat er dus van alles gebeuren. Op het gebied van projecten, wat je dus eigenlijk overvloed. Abundance had het ook kunnen heten. Maar dat is in ieder geval wat er dus gaat gebeuren. Je gaat dus overvloed krijgen. En dan gaan we naar de tweede kaart. Kijken, wat wil die, welke Egyptische goden zijn er nog meer? Nou, oké. Okay. Dat is Sobek, Union and Power. Wat is dat? Ja, ik moet even het boekje erbij pakken, want... hij heelt de ziel waar het gewond is of overleden in een battle, in een gevecht. Het representeert de autoriteit van krachtige keuzes die je maakt, acties. Er gaat vooral een stukje kracht plaatsvinden dat je op keuzes en stappen kunt zetten. Dat was de kaart. De tweelingziel gaat terugkeren. Maar dit, wat er nu gebeurt, had ik dus net ook. Dus ja, als het zo blijft, ik kan er niks aan doen. Ik ga het even doorpraten. Ik zit op mijn pedicurekruk. Niet dat je denkt, waar zit die op? Maar dat is voor mij makkelijk. Heeft geen rug en dan moet ik gewoon rechtop zitten, anders krijg ik pijn in mijn rug en mijn bekken. Separation heals. Dus als je nu in separatie bent, het vliegt er niet voor niets uit. Er komt dus een union en het gaat een krachtige union worden en er komt overvloed. Je gaat ontvangen, je gaat oogsten. Ja, het gaat alle kanten op, het vliegt weer alle kanten op. Ik laat het ook gewoon zo, hè. Het is wat het is. En de energie vliegt ook alle kanten op, vind ik ook gewoon heftig. Dit is zo. Er komt waarheid en duidelijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid. Ook in relaties, dus ook dus voor jouzelf. Hè, de gerechtigheid, de eerlijkheid komt naar voren voor jouzelf, maar ook in de verbinding met jouw tweelingziel. Justice, Sekhmet. Er komt een balans. Een balans erin en ook de gerechtigheid, rechtvaardigheid. En er komt een verandering. Dus ja, alle kaarten liggen zo. En dus de verandering gaat wel stromen. Ik heb ook het gevoel dat dat te maken heeft ook met de verandering in jezelf. Dus vanaf de summer solstice, vanaf de 21 juni, vanaf de zomer, daarna, ja... We zitten nu, wat is het vandaag, de 22e. Gaan er gewoon heel veel dingen veranderen. Gaan er heel veel dingen stromen. Voor jouzelf, voor jouw tweelingzielenverbinding, voor werk. Alles eigenlijk mag gezien worden. Dan hebben we de kaart Min, Fertility and Creation. Ja, je gelooft het niet, maar daar had ik dus net ook een kaart. Fertility, dat had iets te maken met kinderen, met geboorte, met zwangerschap. Het kan natuurlijk zijn dat je echt zwanger wordt. Het is voor velen misschien, die hebben daar geen behoefte meer aan. Of die willen dat niet. Prima, voor mij hoeft dat ook niet meer. Maar het betekent niet altijd letterlijk de betekenis. Maar ook de verandering in jezelf. De zwanger zijn van iets nieuws. Zwanger zijn van een nieuw project. Van iets nieuws. Creëren vanuit je creatiekracht, vanuit je derde chakra. Dus creëren vanuit je baarmoeder, dat stukje. Vanuit je tweede chakra, dingen helen. De vruchtbaarheid ook en creatie. Dat je echt nu op een vruchtbare manier aan jezelf kunt werken. Aan de verbinding met je tweelingziel. Maar ook op aardsvlak als je iets wil manifesteren qua werk. Dat kan allemaal gebeuren. Fertility and satisfaction. Het blijft maar stromen. Dus er gaat heel veel komen. Dus wees voorbereid dat datgene wat jij graag wil, dat gaat stromen.
En Mystery and Ceremony, Great Pyramid. Dus er gaat iets veranderen. Er gaat een mysterie. Daar heb ik meer het gevoel van alles wat je nu nog niet weet. Misschien is het nu nog niet zichtbaar. Dat wel gaat stromen volgende week. Ik ga even kijken de kaarten. Het heeft an attractive partner is coming into your life soon. Gelukkig. Oh, dat woordje soon, daar kan je blij van. Relationship problems will resolve. Marriage and the birth of babies, especially boys, are significant. Allee, laat die kelk aan mij voorbij gaan, alsjeblieft. Die heb ik al. Dus er gaat een werk ook. Er gaat werk plaatsvinden. Je gaat een carrière kunnen opbouwen. Er gaat gewoon heel veel stromen. Reizen. Het kan natuurlijk zijn dat bepaalde stukken nog niet kunnen. Dat je nog even moet wachten. Maar ook overvloed, financiële overvloed gaat voor jou komen. Clearing some energy blockages. Dus dat is wat wij ook gaan doen in die healing situaties. Family, new babies are likely for you or your wider family. Dus het kan zijn dat daar iets geboren wordt, een kindje geboren wordt. Maar het voelt voor mij meer ook dat bepaalde stukken in jouw familie, dat daar een vernieuwing plaatsvindt, een nieuw begin plaatsvindt, als je dat gevraagd hebt. Short testing time followed by success and work, family and abundance. Dus er komt heel veel positiviteit op je af. Dat was eigenlijk de kaart van Satis. Zeg ik dat goed? Nee, dat was de kaart van Min. Dat was de kaart van Min. Dat was deze. Dus, die meneer. In zijn torso. Even kijken. 32. Wat is dat? Ik heb tenminste het juiste boekje nu, hè. Oh, dat is zo bizar. Ik had het gewoon ook niet in de gaten. Ik had zoiets, wat is dit nou? Fertility and satisfaction. Abundance, overvloed komt, gaat nu komen. An abundance of love is coming, or rather flooding your way. Nou, laat komen. Your true star soulmate is hidden from you, awaiting the correct time to appear. Dus laat dat dan maar snel gebeuren. Zou fijn zijn dan voor velen van ons. Great Pyramid, 12. Dat zijn wel goede kaarten deze week, hè. Maar ik heb ook het gevoel dat na de zomerzonnewende dat dan heel veel gaat stromen. En bij heel veel mensen. Long-term relationships will flourish. Seek a partner with spiritual awareness for true joy in your life. Travel, Egypt is indicated sometime in your future. Dus familie. Ja, er komt van alles op het gebied van familie, werk. Alles gaat stromen. Look to your past lives in Egypt for answers about your future. Ik word daar naartoe getrokken, naar dat leven in Egypte. Ik weet dat ik daar ook een leven heb gehad. Of eigenlijk wij hebben daar een leven gehad. Nou, dat weet je dan nu ook. Dat, als je het nog niet wist. Daar werd ik laatst naartoe getrokken. En ook dat Egyptische kaartendek dan toch eindelijk zijn weg terug heeft gevonden naar mij. Al moet ik daar nog wat dingen uitzoeken. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar ja, ik had gehoopt met deze kaarten er iets van te begrijpen. Maar dat vind ik heel lastig. Maar die hiërogliefen, die staan daar ook op. En die snap ik dus niet zo. Dus daar moet ik nog meer informatie ergens vandaan zien te peuteren. We gaan het Isis orakel even erbij pakken. Wat mag er gezien worden? Talisman vol op potentie. Opladen van heilige objecten van macht. Dus er gaan dingen stromen. Macht. Ik weet niet zeker of dat nu positief bedoeld is. Oké, het gaat erom dat heilige instrumenten en voorwerpen je energieveld kunnen uitbouwen. Je kracht en intentie bundelen. Je helpen de kloof tussen geest en materie te helen. En je leren fysieke materie verder in het licht en het leven te brengen. Dus je gaat meer positieve energie aanspreken. Je wordt aangemoedigd bewust te gaan werken met heilige voorwerpen als hulpmiddel voor je eigen heling. En om te leren genieten van de materiële wereld als onderdeel van je spirituele vorming. Je liefde voor de fysieke wereld van de materie is ook een geschenk aan de aarde.
Goddelijke bestemming, pad van een goddelijke strijder. Nou, dat je gaat dus nu op weg naar datgene. Ik heb het gevoel dat als je in de union bent met jezelf en in de union met jouw tweelingziel, dat dan heel veel stukken gaan stromen voor jullie alle twee. En dat jullie zielsmissie duidelijk gaat worden, als dat nog niet duidelijk is, hè, dat daar dan aan gewerkt kan worden. En dat je daarmee verder mag. Wees waarachtig en blijf in je kracht, Osiris en Isis. En dat zijn, is dat kaartendek ook, dat heeft ook Isis en Osiris. Ja, Isis en Osiris. Heer en vrouwen van goddelijke autoriteit. Heeft voor mij ook te maken dat jullie in jullie autoriteit komen te staan. Als jullie samen zijn. Ook al apart, daar gaat het niet om. Maar als jullie samen zijn, wordt het één groot krachtveld. Terugwinning van de ziel. Diepe zielsheling met de godin. Het voelt voor mij... ik word daar emotioneel van. En waarom, kan ik niet zeggen. Het voelt... Het voelt zo, terugwinning van de ziel. Het is net. Nou, het is niet net. Het is gewoon zo. Als je samenkomt met je tweelingziel, dan is jullie ziel, bestaat uit twee zielen, dan is het weer één. En dat is wat jullie gaan voelen. En dat kan de komende week gaan stromen. Nogmaals, het kan ook de week daarop. Weet je, dat is allemaal, ja, dat weet ik ook niet precies voor wie, wanneer, wat. Als ik dat wist, kon ik dat ook. Soms mag je iets zeggen, soms krijg je iets door. Maar meestal is het, gaat het, verrassing. Oh, kijk, daar gaat het licht weer aan. De verrassing. Oh, echt erg. Och, 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 och. Maar goed. Meeting up to talk and meet and make love. Nou, dat is dan een heel fijne verrassing. Voor jullie, als dat gaat gebeuren. Karmic lesson, you are enough. Misschien moeten jullie alle twee nog in het stukje geloven dat je genoeg bent. Als je dat al gelooft, prima. En als jouw tweelingziel dat gelooft, nou, super. Want dat ben je ook, hè. Je bent gewoon genoeg. Raise your vibration, you are manifesting. Je bent aan het manifesteren. Nou, wil niet weten wat ik allemaal gemanifesteerd heb afgelopen tijd, maar afgelopen weken. Maar ook stukjes gezien nog. Maar niet angsten aangekeken. Meer oude energie die nog vast zat. Die ik heb mogen loslaten. Die ik, waar ik me bewust van werd. Omdat ik me irriteerde eraan. Ik denk, en nou is het afgelopen. Dan ga ik eens zitten. Dan ga ik eens even kijken waar dat vandaan komt. Is er nog iets wat ik moet helen? Nee, ik krijg door. Het hoeft niet geheeld te worden. Want het is oude energie wat in jouw systeem, in jouw DNA systeem vast zit. Moet eruit. En dat heb ik dan opgeruimd. Want ja, daar kan ik niks mee. Your love is truly meant to be, dus the promise. Dat is eigenlijk de boodschap van het universum. Jullie komen ook wel samen. Als je ook die stukjes aankijkt, als je dus jouw vibratie, jouw energiefrequentie verhoogt door die stukjes aan te kijken. Als je nog in een stuk getriggerd wordt, werd ik van de week getriggerd in een stuk. En ik denk, ja, maar dat heb ik toch al opgelost. Waarom triggert me dat? Wat is dat? Moet ik daar nog eens naar kijken? Moet ik nog heel veel diepte in? Nee, het was niet de diepte in. Er zat gewoon nog een stukje energie in mij, wat getriggerd werd. En waarvan ik zoiets had van, ja, maar dat moet weg, want daar heb ik niks aan. Dat blokkeert mij en dat stoort me. Dus dan moet, en dat heb ik geheeld. En daar heb ik gekeken of er nog vortexen open waren, energievortexen. Nou, dat was dat zo? Dat weet ik al niet meer. Maar meestal is dat, als ik het opruim, dan ben ik het ook kwijt wat ik gedaan heb. Daarom schrijf ik ook dingen op, dat ik het nog eens terug kan lezen. Of ik verbrand het. Als ik het geheeld heb, dan is het ook weg. Hè? Learning, wisdom and knowledge. Dus als jij nog aan het leren bent, nog stukjes moet leren. En soms kan dat gewoon. Hè? Dat wil niet zeggen dat je dan teruggaat in de tijd. Dat je dan weer van voren af aan moet beginnen. Helemaal niet nodig. Maar het kan best zijn dat je dan nog eventjes... iets moet zien, iets moet ervaren om te weten van, hé, er zat nog een stukje energie wat gewoon geheeld, of niet geheeld mag worden, losgelaten mag worden. Uit jouw systeem, als je het al geheeld hebt, dan kan dat wel nog getriggerd worden, omdat er nog een restant zit. En dat restant, dat mag dan ook weg. I'm sorry, apologize. Dus er komt een verontschuldiging, of jij verontschuldigt je naar die ander, of die ander naar jou toe, of naar elkaar toe. Kan allemaal, dat je het nog niet geleerd had, of dat je... Hè, dat je in een stukje zat waar het lastig was. Wat mag ik eigenlijk zien? De structuur van de tweelingzielen op dit moment. Wat is de boodschap?
Gemini Energy, tweelingen. We zitten geloof ik nu in tweelingen. Ja, what's next for the connection? Wat gebeurt er dus dadelijk voor de connectie? Dan had ik nog een andere kaart, deck, andere kaarten. Wat gebeurt er voor de connectie? Wat moet ik nou? Wat moet ik pakken nou? Ik moet eigenlijk andere kaarten pakken. Ja, ga je wat horen? Ja, dat zijn de. Ik moest iets, maar ik voelde het niet. Hey, divine timing. Dat is mooi. Divine timing, faith, fortune, destiny. Trust in divine timing. Nou, laat die dan nog snel komen. Voor velen van ons. Dan, unhealthy attachment. Dat is dus codependency. Dus dat stukje waar je nog even mee ingetriggerd werd. Dat mag dan weg. Hè? Dat mag je loslaten. Die ketens mag je dus krijgen, mag je dus helen. Heeft ook te maken om naar binnen te keren. Kijk, als ik iets voel wat ik niet fijn vind. Als ik getriggerd word door iets wat ik zie of iets wat ik lees. Dan krijg ik helemaal de stress. Dan denk ik, wat gebeurt hier nou? En dat is iets wat, ik bedoel, het zit in mij. Want anders voel ik het niet. Dus dan kijk ik naar binnen. En dan ga ik dat loshalen. Dan ga ik die banden loshalen waar het mee te maken heeft. Ja, dan valt er weer op de grond. Coming together. Dus als je dat heelt, wat ik nu gedaan heb, dus dat ik echt gekeken heb van waarom triggert me dat? Wat zegt dat over mij? Moet ik nog iets helen? Moet ik nog een stukje verlatingsangst helen? Nee, heb ik al 10 keer aangekeken in het afgelopen jaar, dus dat hoeft voor me niet meer. Of eigenlijk voor 8-8 vorig jaar, dus het was in principe weg. Maar er moest nog iets aangekeken worden, omdat er nog energie vasthing. En dat heb ik gedaan en dat heb ik losgekoppeld. En die energie mag dan gewoon los. Maar dan kun je dus ook samenkomen. Dan is het ook de bedoeling dat jullie samenkomen. Dat is sowieso de bedoeling. Deep regret. There is regret over past actions. Het kan zijn dat die ander, dat jouw tweelingziel, spijt heeft van bepaalde acties. Dat jij spijt hebt van bepaalde acties. Ja, vergeef jezelf dat. Vergeef jouw tweelingziel dat. En dan kun je ook goed verder. Het hoeft niet een belemmering te zijn om samen te komen, toch? Victory lap. Dat gaan jullie dus overwinnen. Daar wordt over gepraat. En ja, goed. En soms gebeuren dingen gewoon op de manier, op de tijd waarop het gebeurt. Klaar. Punt. En als je dan terugkijkt, dan weet je ook van, daar heb ik toen dat en dat bij mogen leren. Ja, goed. Dat. We gaan even kijken. Het wordt wel donker hier. Silence van de Divine Masculine. Wat wil die zeggen? I'm trying to heal my insecurities about the way I look. Ja. Als daar nog iets zit, los het op. En wat denk je wat jouw tweelingziel, hoe jouw tweelingziel jou ziet, Divine Masculine? Ja. Weet je. Goed genoeg, geweldig, ja dat allemaal. Dus als er nog Divine Masculine zijn, weet dan dat jouw tweelingziel jou gewoon, jouw ware zelf ziet en de binnen- en buitenkant mooi vindt. En vertrouw daarop, als je dat zelf nog niet doet, weet je het nu. I'm focused on work. Sommige tweelingzielen, Divine Masculine, zijn gefocust op werk. En dat ze misschien nog iets moeten doen. I'm too angry right now. Let me cool down. Nou, sommigen hebben dat misschien, hè. En dat hoeft niet bij iedereen te zijn, hè. Dat hij boos is. Maar I'm preparing to come forward. Dat is een hele mooie. Dus. Wat hebben we nog meer? What if I don't fit into your world? Waarom niet? Weet je, dat is toch altijd. Dan creëer je gewoon samen een nieuwe wereld. Heel simpel. Er komen gewoon andere mensen op jullie pad, die bij jullie passen, die bij jullie energie samenpassen. En zo werkt dat. Weet je, daar zou ik me helemaal niet druk om maken. Als jij namelijk bij jouw tweelingziel past, wat zo is, dan pas jij ook bij die mensen waar die mee omgaat. Het is heel simpel, want jullie zijn één. Dus dan past dat ook bij die andere mensen.
Divine Feminine, The Silence. Wat wil jouw Divine Feminine jou vertellen? Divine Masculine. Oké. Wat wil jij jouw Divine Masculine zeggen? Divine Feminine. I feel like time is running out. Ja, dat, die heeft zoiets van schiet dus op. Ja, ik zeg niks. Your voice soothes my soul. Nou, dat is fijn. Why are you ignoring me? Waarom zeg je niks? Waarom reageer je niet? Of waarom... Ah ja. Er zijn natuurlijk divine feminines die helemaal niks horen. En dat is wel heel vervelend. Dat kan ik me voorstellen, dat je, als je helemaal niets hoort. I know you want me. Ja, what does she know? Weet zij ervan. Dus als jij een divine feminine of divine masculine hebt, die nog in een verbinding zit met iemand anders. Dus als jij met een, iemand te maken hebt die nog een karmische partner heeft, dan kan het dus zijn voor die divine masculine, dus niet voor iedereen, hè, dat jij divine feminine, ja ik niet, hè, ik vraag me dat niet af, want mij, does she know? Weet zij van jouw divine feminine? En als ze het weet, ja, succes daarmee, denk ik dan. Kun je niks mee, toch? Klinkt hard, maar ja, dat is zijn stukje wat hij moet oplossen. Ja? Goed. Divine Feminine Messages of Love. Wat wil jouw Divine Feminine jou zeggen, Divine Masculine? You are the only one for me. Dat is duidelijk. Oeps. You are my future. Je bent mijn toekomst. I love you. I just love you. Goed. Nog een. I will hear you out. Oké. Okay. Ja. Wat is de divine... Maar goed, weet je, dat je zult toch over je stukken moeten mogen praten, hè? Samen, hoe je het ervaren hebt, de separatiefase. Daar ga je over praten, daar ga je over communiceren. En dan is dat gewoon klaar. Hoe heb jij het ervaren? Hoe heb ik het ervaren? Dat soort dingen. Divine Masculine, de dames, wat wil jouw Divine Masculine je zeggen? En heren die in een Divine Masculine een verbinding hebben, hè? Maakt allemaal niet zoveel uit. Mij maakt het sowieso niks uit. Your smell drives me wild. Oh, is dat zo? Goed. I was silly to let you go. Dus er zijn natuurlijk divine masculines die... die keren dadelijk terug. En die hebben zoiets van... Of die hebben heel lang gewacht met weg te gaan uit een situatie. Dus dat is eigenlijk voor jullie bedoeld. Die daar nog in zitten. Of dat die het heel lang gewacht hebben om een situatie op te lossen. I've been watching you. Dus jij hebt, jij wordt bekeken, Divine Feminine. I want you. Only you will ever do. Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè? Dat blijft ook. En dat geldt gewoon vice versa. Als je eenmaal je tweelingziel gevonden hebt, dan zal er nooit meer iemand anders bestaan. Althans, voor mij kan ik dan nooit... Nee, kan mijn idee is gewoon zo. Ik heb je ook niet. Klaar. Maar, ja, dus weet... Oh, we gaan Divine Timing Deck erbij pakken. Krijg ik nu te horen. Oké. Okay. Ik dacht, ik was klaar. Het wordt gewoon een lange rit weer. You are not alone. 28. Oké. Okay. Ja, goed. Dat, je bent dus niet alleen. Het kan dus ook zijn dat de 28ste hè, van deze maand iets gaat veranderen. Is de verjaardag van mijn oma. Overleden oma. Oh. Oh. Nu krijg ik een berichtje door van mijn gidsen. Oké. Okay. Oh my god. 29ste. Doors are opening. Ja, dit is toch bizar. Dus het kan best zijn dat komende week heel veel gaat veranderen. Dat echt Maybuilding Foundations. Misschien hebben jullie die verbinding al in mei sterker gekregen. En echt
Ja, dat er dichterbij is gekomen qua communicatie of energie. Of die persoon heeft in mij even rust genomen. Waardoor dus echt de verbinding met zichzelf weer terug hersteld heeft. En jij ook je verbinding met jezelf hebt hersteld. En een fundament gecreëerd hebt in jezelf. Waardoor dus de 28e en de 29e, het zou best kunnen, dat er dan iets gaat gebeuren. Dat dan de deuren open gaan. Ja, en dat iets nieuws, dat je dan niet meer alleen bent. Dus ik wens jullie dat van harte. En dan, ja, dan spreek ik jullie heel snel. Mocht je dus mee willen doen aan de healing sessies van juli voor de Leeuwenpoort 88, gaan we die doen. Die kun je apart doen. Je hoeft niet aan elke mee te doen. Je kunt ze apart boeken. Je kunt ze ook met een consult boeken. Dat is aan jou wat je wil. Als je het zonder consult wilt boeken, kun je ze ook alle vier boeken als je dat wenst. Maar ik zet ze hieronder in de reacties, ik zet het vast en dat is dan de link naar die overkoepelende stukje webshop. Zodat je daar in ieder geval al die healingen vindt en ook de combinatie met een telefonisch consult. Zeg je nu, dat heb ik ook al vaker nu ervaren, dat mensen eigenlijk gewoon een Zoom-sessie willen, dan zou ik zeggen boek ze apart. Alle vier apart, als je aan alle vier wil meedoen en je wil in plaats van dat telefonisch consult Zoom-sessie, dan zou ik zeggen: boek ze apart en boek een Zoom-sessie apart erbij. En dan zetten we die dan voor na de derde healing en voor de laatste healing. Dan, in die week ga ik dan die sessies doen, zodat je nogmaals de laatste stukken kunt vragen voordat de manifestatie healing gaat beginnen. Ja? Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. En wie weet, tot snel. En ja. Namaste. Dank je wel. Doei doei.